Welkom bij het Speelkasteel! Ja, een paar van jullie kennen misschien dit spelletje wel. Het is namelijk een heerlijk spelletje om lekker bij weg te kwijnen. En dat hoor je wel in het heerlijke muziekje. Oh, geniet er dit hoor. Oh, even de telefoon opnemen. Hallo? Hallo? Mam? Hallo? Mama? Mam! Oh. Dag, mam. Nou ja, laten we maar gaan beginnen. We moeten hier even kiezen een lepeltje. Oh. Voor een... operatie. En de eerste operatie die we moeten gaan doen is een heart transplantation. Zoals je ziet heb ik hem incomplete. Want dit is me nog nooit gelukt. En ik heb het al een paar keer geprobeerd. Dus misschien gaat het nu wel lukken. Maar waarschijnlijk niet, want ik ben heel slecht. Daar gaan we. We moeten nu een hartje omwisselen. En we gaan beginnen. Woe! Oh, doekie eraf dus. Doekie eraf dus. Ja. Eraf. Ja, perfect. Ik tik nu alleen maar helemaal verkeerd. Even kijken hoor. Omhoog even. En tikken. 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 Oh ja, en hoe het ook nog zit. Je mag geen bloed verliezen. Want als mensen bloed... Als die mensen... Bob. Bloed verliest. Want hij Bob. Dan ben je dood. Dus dat moet je niet doen. Ik krijg het niet voor elkaar met deze hamer. Hij houdt die bol ook lekker vast. Heel zijn handen zouden eigenlijk ook kapot moeten zijn. Maar het is een sterke man. Hij kan het allemaal hebben. Oh. Sorry. Oh. Ik moet hem even anders vasthouden. Even hier. Ja. Oh. Nee. Kijk uit. Nee. Ik wil niet. Naar beneden. Nee. What you say? That you only meant well. Pakken. Ik kan hem niet meer oppakken. Dan moet ik even iets anders pakken. Het zaagje. Ja. Oh, dat is het andere ding. Het zaagje. Ja, perfect. En nu even zagen. Ik moet nu dus zijn... Ik krijg het niet van elkaar! Ik moet ze... Rippy doorzagen, maar het lukt niet! Ze sperrippy! Zaag ze sperrip! Ik kan niet naar beneden. Zaag. Zaag hem. Alsjeblieft. Oké, ik ga het gewoon met mijn handen doen. Oh. Nee. Nu raakt hij heel veel bloed kwijt. Help. Oh, nee. Weg met die zaag. Pak die zaag. Oh, rip. Losfrikken. Ja hoor, perfect. Die leg ik even hier neer. Bij het glaasje water. Longetje. Dit longetje wil ik ook hebben. Kom maar hier met dit longetje. Oh, wat is dit? Ik weet het niet. Waarom kan ik niet lager met die hand? Oh, longetje. Zo, long eruit. Pak maar de navelstreng. Pak de navelstreng. Ja, perfect. Heb ik iets beet? Nee. Het is zo ingewikkeld. Pak hem nou! Ik word helemaal gek. Pak hem. Heb ik iets? Nee. Oh, perfect. Es perfect. Mundi. Allalalu. Spaghetti. Bolognese. Pizza. Lekker. Trek hem los. Nu heb ik hem. Trek hem los. Ah! Waarom krijg ik hem niet los? Ik ga alles niet. Ik wil zo graag zijn hart eruit hebben. Ik pak gewoon alvast een nieuwe hart. Hier zit zijn nieuwe hart in. Dekseltje eraf. Mooi. Oh, wat een mooi hart. Ik pak hem meteen beet. Zo. Oh, nee. Het is mislukt. Het hart. Hij ligt op de grond. Nee. Wat moet ik nou doen? We gaan opnieuw beginnen, jongens. Oké. We moeten een harttransplantatie doen. En we moeten eerst dat dekentje eraf halen. Woe, dekentje is er bijna af. Weg met het dekentje. Ja. Yeah. Daar op de grond. Waarom blijft hij in mijn hand hangen? Wat piept er? Er is niks aan de hand. Zuurstof. Meer zuurstof. Eén. Links en rechts, links en rechts. Waar gebeurt het allemaal? We pakken nu als eerste de zaag, want die ging eigenlijk het beste. En de zaag was hier. En dan ga ik naar beneden en ik pak hem. Wat gebeurt hier nou, joh? Help me dan! Wat is dit nou?
Help me. Zag ze kapot. Oh nee. Alles is in 3D. Oh nee, alles is altijd in 3D. Zag die shit. Blijft het zo? Die zegt er niet aan, man. What the fuck? Oh. Oh. Mijn hand is ook helemaal raar. Pak het beet. Oké, pak de zaag. De kleuren, ik ga opnieuw beginnen! Oké, opnieuw. En nu gaat het lukken. Eerst het doekje eraf. Nou, daar ben ik ondertussen een expert in geworden, want dat heb ik al 4 keer gedaan. Het doekje is eraf. Ik zaag hem op dit moment open. Ik zaag hem op dit moment. Ik zaag hem op dit moment open! Ik zaag het compleet. Ik zaag compleet zijn rib door. Ah! Zijn eerste rib is door. Oké, zijn ribben gaan nu rustig aan door. Daar gaan zijn volgende ribben. Oké, ribje hier. Oké, ik draai even mijn hand om, dat ik het beter kan zien. Daar ga ik. Zagen. Oh, ik blijf hangen met mijn zaag. Los. Ga daar nu even naar mij aan met je hand. Oh. Nou, goed. Als iemand ooit nog gaat opereren, dan weet hij in ieder geval wat de tijd is. Oké. Nou, alles gaat eruit. Sorry, jongen. Het spijt me. Ik zal het niet meer doen. Het bord moet eruit! Met een salsa-beweging. Woe! Oké, horloge is er ook uit. Dag, horloge. Oké. Het gaat heel goed. Nu moet ik dat even doorsnijden. En dat doe ik even met een mesje. Pak een mesje. Nee, mesje. Nee, niet de... hamer. Wat gebeurt er nou? Hoe kan dat nou? Ik heb hem doodgemaakt. Het was helemaal niet mijn bedoeling. Ik ben zo slecht. Ik ga nog 1 keer proberen. Het moet nu lukken. Daar gaan we. Doekje eraf. Doekje eraf. Die kant op. Oké. Ja, perfect. En we gaan omhoog met de boor. Oké. Nou, niet met de boor. Oh, kijk eens. Dat gaat heel goed. Ik tik gewoon in het rond. Tik, tik, tik. Oh, ik word hier goed in. Nu de andere long. De andere long. De andere long. Pak de andere long. Ja, ja. Trek hem los. Trek hem los. Ja, ja, ja. Ik beweeg nu gewoon heel veel met mijn muis. En met mijn muisknoppen. Ja, perfect. Perfect. Oké. En longetje. Oké. Nu gaan we goed. Nu wil ik hier een mesje. Ja, perfect. Oké. Hou hem omhoog. Oké, nu snij je de buis door. Ja, perfect. Oké. Leg het mesje terug waar je hem hebt gevonden. Perfect. Pakken. 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 Ja, wat heb ik? Niks. Ik heb niks. Een negenhand. Ik wil dit beetpakken. Dit spel ga ik nooit meer spelen. Ik haat het. Ah! Waarom lukt het nou niet? Ik krijg het niet eens voor elkaar om het eerste level te halen. Hoe moeilijk is dit? Er zijn mensen die het uitspelen. Pak hem. Pak dat ding nou gewoon. Zit het vast of zo? Ik ga het allemaal snijden. Perfect. Nee. Pak het mes. Oké. Het mes. Ik krijg het mes niet eens gepakt. Het is 1 groot drama. Oké, pak het mes. Pak het mes. Pak het mes. Pak het mes. Pak het mes nou gewoon, alsjeblieft. Hij ligt daar. Pak hem. Ja, perfect. Snij alles door. Nee! Nee! Pak hem nou! Ik wil gewoon het mes. Ik heb niet eens het mes gepakt. Hoe slecht ben ik in het spel? Oké, pak dit. Pak dit, pak dit. Pak, 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 pak. Het is verschrikkelijk. Ik ga het loszagen. Ik ben er klaar mee. Ik pak het. Ik pak gewoon het hart. Ik ga gewoon het hart erin stoppen. Dat is wat ik ga doen. Ik pak het hart. Ik pak nu het hart. Ik heb het hart. Ik gooi het hart gewoon erin. 3, 2, 1. Klaar. Hop. Oh, deze kant op. Wees deze kant op. Ja. Perfect, perfect. Hier, los. Ja. Hartje loszagen. Perfect. Dan gaan we dit nog een beetje loszagen. Ja, ja, ja. Oh. En ik heb hem weer vermoord. Het had gewoon niet lukken. Het ging inderdaad heel goed, maar het is niet gelukt.
Ik heb er 6 minuten over gedaan en het enige wat ik heb gedaan is deze man vermoord. Het is zo'n droevig einde. Ik wil zo helemaal niet stoppen, maar het moet toch. Ik kan niet nog meer mensen laten ondergaan aan deze hel die Surgeon Simulator heet. Maar ik wil jullie wel wat vragen. Ik wil namelijk elke vrijdag... En dit mooie muziekje is perfect hierbij. Ik wil namelijk elke vrijdag eenmalig een spelletje gaan spelen. En ik wil van jullie horen, welk spelletje moet er hier op het speelkasteel op een vrijdag gespeeld gaan worden? Laat het hieronder achter in een reactie. En ik zal gaan lezen met mijn oogballen en kijken en denken, hey, zal ik die gaan spelen? En als ik dat doe, dan kunnen jullie dat zien hier op het speelkasteel. Dus laat hieronder je reactie achter. Abonneer op het speelkasteel. En ik hoop jullie zo snel mogelijk te zien. Met minder doden. Tot de volgende keer.